Waterschap Noorderzijlvest wil meer ruimte maken voor waterberging in de onlanden. Sinds 2012 vangen we hier al water op als dat nodig is. Eind februari 2022 heeft het flink gestormd en viel er heel veel neerslag. Al dat water stroomt dan vanuit de kop van Drenthe naar de onlanden, omdat het gebied lager ligt. De laatste keer dat de onlanden zo vol water stond is 10 jaar geleden. In de toekomst krijgen we steeds vaker te maken met extreme neerslag. Om wateroverlast voor inwoners te voorkomen, hebben we meer ruimte nodig om dat water te bergen. Dit willen we doen binnen de huidige grenzen van de onlanden. Op dit moment kunnen we 7,5 miljoen kuub water bergen. Vanaf 2025 moet er nog 5,2 miljoen kuub bij kunnen. Dit kan door nieuwe stuwen te plaatsen en deze omhoog te zetten als het water hoog staat. We zetten de extra waterberging alleen in als het echt nodig is. En delen waar de natuur kwetsbaar is, zetten we als allerlaatste in. Het water blijft meestal een dag of 10 in het gebied staan. Daarna voeren we het geleidelijk af naar zee, via kanalen, rivieren en het Lauwersmeer. Op basis van de huidige klimaatvoorspellingen verwachten we dat de extra waterberging eens in de 25 jaar gebruikt wordt. Maar ook als het eerder nodig is, kunnen we in de onlanden veel water opvangen. Zo zorgt het waterschap dat we veilig kunnen leven met water.